en het nieuws. Even deze dames feliciteren. Suzanne. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Oh, dames, gefeliciteerd. Dankjewel. Met Fleur en met Internationale Vrouwendag dus vandaag. Ja, dat vraagt een beetje om mop eigenlijk. Nee, maar ik meen het hier, maar gewoon een echt man-onvriendelijke mop, hè? Niet dan... Gewoon eventjes. Omdat het mag, vandaag. Kom maar door, sms 3333. En de vrouw onvriendelijke, die doe ik niet. Vandaag dan eventjes niet, ja. Laten we beginnen met de countdown. Of eigenlijk is het meer de optel van de telefoon vandaag. Hoeveel dagen zitten onze helden nu al vast? Ja, nou, er staat natuurlijk weer het logo. Wij steunen onze troepen 10 dagen vast. 10 dagen? We zitten op 10 dagen. 10. Ja. Oké. Okay. Nee, ik heb toch nog zitten denken, maar ik kom daar later wel op terug, van wat ik er nou mee kan, weet je wel. Want ja, de telefoon kan dat mooi een plekje geven, zo op de voorpagina. Dat is bij een radioprogramma toch anders. We kunnen dit hier elke dag bespreken, dat is een begin. Maar ik zat ook te denken, eigenlijk is dit nou iets, dit verdient een liedje. Een liedje, ja. Een liedje, dus ik moet natuurlijk mijn collega's niet waarschuwen, maar ik ben er mee bezig. Oké. Maar goed, dat is vast niet het nieuws dat jij hebt uitgezocht, Suus. Wat heb je nog meer? Nou, de hele voorpagina is eigenlijk niet echt... Oh, wat dan? Niet echt leuk. Namelijk dat Ria Alberti is overleden. Oh, is het gebeurd, ja? Ja. Oh ja, nee, sorry, dat klink ik... sorry, dat was niet echt, dat klonk niet echt medelevend. Nee, ja, het ding is dat, ja, dat is dan... Zo gaat dat dan. Is dat ik een interview heb. Eigenlijk de aanleiding is mijn Jazzday, maar ja, je weet hoe het gaat met interviews. Het gaat helemaal niet over die Jazzday, maar dat maakt verder niet uit. Heb ik een interview met het Algemeen Dagblad gegeven. En dat zou er dan afgelopen zaterdag in komen te staan. En toen ging de krant mij helemaal bellen of ik het goed vond als het interview ook een week later geplaatst werd. Ja, om eerlijk te zijn, wat maakt het mij uit, weet je wel? Maar dat was omdat ze hadden een interview gedaan met Willeke Alberti. En ja, ze wilden dat toch nu even afgelopen zaterdag al geplaatst hebben. Want ze moesten op tijd naar de drukker. En mogelijkerwijs ging de moeder van Willeke dood. Dus ja, dan moesten ze alles weer herdrukken. En op zo'n moment wordt het ineens heel zakelijk. Zo van, yeah. En dan nu... Nou ja, dat klinkt dan heel cru en hard. Maar hebben ze toch gelijk gehad. Hebben ze een goede keuze gemaakt. Want anders dan hadden ze alles moeten herdrukken. Want dan zou dat er zaterdag pas inkomen met Alberti. Dat stond er afgelopen in. Dus dan sta ik nu aanstaande zaterdag in het Algemeen Dagblad. Maar goed. Ja. Nou, ik koop hem. Jeetje, ik koop hem niet. Nee, oké. Okay, maar dat is de voorpagina. Ja. Ander nieuws nog echt gewoon wat is ja. Op de voorpagina? Ja, of heb je wat anders hard nieuws uitgezocht? Nou, ken je Elvis Costello? Elvis Costello, hij komt geloof ik, hè? Ja. Hij komt, ja. Ja. Klink ik heel stom, maar ik ken het niet. Oh, oké. Okay. Nou, ik zal... Of zijn naam ken ik niet. Oké, ik zal even wat dingen laten horen. Ja. Dit zijn zijn belangrijkste nummers. 2. I don't want to feel the chills. 1. Vanaf 1. De nummer 1, dat is I Want You. Dat is een geile plaat, zoals je is. Dan moet je echt... I want you. You had your fun. You don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Je maakt me boter, Giel. Meneer, komt hij? Ja, hij komt. Even kijken hoor. Hij komt, dat hoorde je net ook wel. Die komt al iemand. Oh, yeah. De 8 november is hij hier, dus dan kan je hem 8 november. Gaan horen. Oké. Okay. Yes. En ook wel een mooie locatie, hè? Groningen geloof ik. Of het, ja, de Oosterpoort. Oosterpoort, ja, dat is top. En de voorverkoop begint dan al best wel snel, meestal ze dat bekendmaken. Ja, zaterdag 12 maart. Dat is aanstaande zaterdag, hè? Yes. Te gek. Oké, en wat heb jij dan, Miranda? Ik heb kritiek op de verhoging van de maximumsnelheid. Want het zou gevaarlijk zijn en alleen maar zorgen voor meer verkeersslachtoffers. En daar komt de landelijke verkeersofficier van justitie mee. En ja, het is slecht voor het milieu, het is slecht voor de doorstroming. En ja,
omdat er in de praktijk toch 140 gereden zal worden, leidt het ook weer tot hogere botsnijheden en ernstig letsel. En een heel lijstje met allemaal negatieve puntjes van de maximale snelheid. Ja, ik zou denken, en dan nu het nieuws, want dat is iets wat eigenlijk iedereen natuurlijk altijd al wel wist en weet. Ja. Dat is niet, ja, dat is eigenlijk geen nieuws. En ik vond eigenlijk al, maar ik ging mijn bek helemaal niet open trekken, dat de milieubewegingen zo een beetje mond hielden. En ik dacht, nou ja, te gek. Hoppa, 130. Het in tijd, weten we allemaal, scheelt het luttele seconden, maar het voelt toch lekker. Maar nu is er toch iemand wakker geworden. Ja, precies. Ja, ja, goed, maar het is nu toch al, het is te laat, hè? Ja. Nou ja, misschien dat ze er nog wat aan kunnen doen of zo. Maar je krijgt pas een boete bij 138. Dus ja, natuurlijk gaan mensen dan 140 rijden, maar dat is wel lekker. Dat weten we allemaal. Ja. Oké, maar waar is deze jojo van dan? Dat is de landelijke verkeersofficier van justitie. Oké. Ik las ook nog, dat vond ik dan weer zoiets, een krantenkop, een blik op de weg. Vanavond begint dat weer. En dan, het is dan ook een beetje van die politiek correcte gasten. Maar die gaan dan nu ineens net doen alsof het geen sensatiezoekers zijn. Van nee, we zijn een informatief programma. Mm-hmm. Nou, het spijt me wel hoor. Maar als je blik op de weg kijkt, dan hoop je alleen maar van... Oh, ik hoop dat die... ik ben altijd voor diegene die te hard rijdt. Uiteindelijk verliezen ze altijd. Dat is dan op zich jammer. Maar er is toch één grote sensatietoestand. Ja. Het leuke nieuws. Suus, wat heb jij? Ja, ik denk dat ik met dit nieuws echt heel veel vrouwen heel erg blij maak. Ja, denk aan die Vrouwendag, hè? Ja, Adi Boomsma is weer vrijgezel. Ja hoor! Nee, echt waar, hè? Ja, voor hem is het denk ik niet heel leuk. Nee. Maar hij heeft namelijk al echt 14 jaar een relatie met Kieu, heet ze. Met Barbie. Zat trouwplannen. En ja, daar denk ik voor hem. Ja. En voor haar. Ja, ik bedoel, maar dat betekent dus, die hebben gewoon nog nooit seks gehad dan? Wel toch? Ja, denk je wel, voor het huwelijk? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Nee, sorry. Toch? Ja. Nou ja, omdat hij natuurlijk heel erg van de EO. Tuurlijk, ja. Was, hè, moet ik zeggen, was. Dat is hier. Nee, maar hier staat ook, even kijken hoor. Waar stond dat? Dominee's zoon, Arie Boomsma, beweerde ook dat hij met seks heeft gewacht tot hij een vrouw tegenkwam van wie hij echt hield. Ja. En dat was dus Kieu. En staat er ook wie er in haar voetsporen mag treden, dat is nog niet bekend. Ja, ik denk dat u onwijs gaat slettenbakken gewoon. Dat hij gewoon aan de drugs gaat en een bierbuikje krijgt. En dat is alles wat mannen hopen namelijk. Die mannen hopen echt dat hij een beetje inkakt. Want god, wat heeft die een goed lijf, zeg hé. Ja, zeker. Even kijken, even de snoepjes check. Is hij hier lekker? Ja. Miranda? Ja hoor. Ja, oké, duidelijk. Arie Boomsma, vrij gezellig. God de god. Oké, en wat heb jij, Miranda? Ja, daar kan ik niet tegenop hoor, maar de bewoners van de Brusselse gemeente Anderlecht, die kunnen voorlopig wel even vooruit met een nieuwe parkeerkaart. Want ja, die is namelijk een eeuw geldig. En dat is 2110 om precies te zijn, en dan loopt ze pas af. En ja, de bedoeling was gewoon een levenslange kaart, maar die computer heeft gewoon een datum ingevuld. En ja, volgens een gemeenteraadslid krijgt de gemeente echt de profeet van de onnozelste actie van het jaar, want het slaat helemaal nergens op. Oké. Nou, het slaat inderdaad nergens op, ja. Ik zie nog even, sorry, ik zat ook met een schuin oog te kijken naar al die sms'jes die binnenkomen. En dan is het inderdaad zo dat ik bij de bespreking van Elvis Costello, die jij nog niet helemaal kon plaatsen, eigenlijk één zeer vrouwvriendelijk liedje vergat. En die probeer ik nu eventjes te laten horen. Dat kennen jullie namelijk zeker alle twee. En dan denk je ineens, oh, is hij het? Dat is namelijk echt, en ik vind het ook een te gekke film, van Nothing Hill is het namelijk. Die film kennen jullie toch allemaal wel? Ja. Ja, nee, oké. En daar heeft Elvis Costello het meest romantische liedje, maar het is niet van hem, dus dat hij niet bij ons in de computer staat, dat begrijp ik ook nog. Ik zit nu even te YouTuben. Ja. Dit is Vrouwendag hoor. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings.
things. Maybe the chill the autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of a day. Nou, dan stoppen toch eventjes, hè? Dat dacht ik. Ja, nu weet ik het. Oké. Fijne vrouwendag, tot morgen. Dan is het weer Fijne Mannendag. En goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio geeft aan, Giel, dat is dan maar ik hoor. Het is tijd om op te staan. Ja, het is al 5:30. Want dit is Giel op de radio.